dag was er zeker toen hij kwam binnenlopen. Ja, dit is de Gelderse derby. Je verliest 5 keer op rij. 4 wedstrijden niet gescoord. Maar deze wedstrijd heeft altijd zijn eigen wetten. Ja, zeker. Ik denk dat het altijd een wet is. En een wedstrijd is die... degene die hem zo graag wil winnen, die wint hem ook. En ik denk dat we echt heel hard hebben gewerkt als team. En ja, dat wordt beloond. Is het belangrijkste dat jullie in de fase dat NEC de bovenliggende partij was, zijn blijven knokken? Dat je in de wedstrijd blijft, dat is soms best lastig. Ja zeker. Ik denk, we komen goed op 1-0 voorsprong. Daarna wordt het wat moeilijker, maar we blijven in formatie spelen. En, ja, natuurlijk scoren ze dan de 1-1, maar we hebben gewoon nog hopen. We blijven gewoon hard werken. En de tweede helft denk ik dat we gewoon onze taken goed doen. En dan ja, de standaard situatie, Orsen die... Die scoort altijd wel tegen NEC, dus ja, daar kunnen we blij mee zijn. En daarna is het scherp zijn. We moesten terug de klik hebben en dan kom je daar. En dan moet je ook, wanneer je weer terug in gaat, moet je dezelfde manier ingaan. Dus ja, scherp tot het einde blijven en dat hebben we gedaan. Voelde je de krachten bij de tegenstander ook wegvloeien de laatste 20 minuten? Want ze waren de bovenliggende partij, toch? Ja. Voelde je dat niet zo? Nee, ik denk... Ik vond dat we gewoon het goed deden. We waren gewoon hard aan het werken. En ook hadden zij even meer de bal. Maar dat was ook wel een beetje onze gameplan. De linker centrale gewoon de bal laten gaan. En dan hun fouten laten maken. En dan straffen, zeg maar, wanneer wij de kans krijgen. En dat hebben we gedaan. Je maakte 3 vandaag in de wedstrijd. Ja, persoonlijk nog eentje. Begon het aan jullie te vreten dat die laatste 4 wedstrijden maar geen doelpunt opleverden? Ja, tuurlijk. Als je wil winnen, moet je doelpunten maken. En dat hebben we natuurlijk even nagelaten. Maar... ik denk dat we een goed team hebben die doelpunten kan maken. En blij dat ik mijn doelpunt ook mee kan pikken weer. Dus dat is ook weer een hopelijk gaan ze nu blijven vallen. Dus ik denk dat het goed is voor naar de volgende wedstrijden. We gaan zien, dankjewel. Yes, dankjewel.